Het vlak is voor 2 docenten van het Welland College weer compleet. In 2019 verdwenen er 2 kastanjebomen, maar daar is woensdagmiddag eindelijk vervanging voor gekomen. En het is eigenlijk een heel grappig verhaal, want meneer Tiel en ik die fietsen eigenlijk vanaf deze weg altijd samen naar school. En toen zagen we dat er 1 boom was omgewaaid, 1 boom was ziek. En toen dachten we hoe leuk zou het zijn om met onze klas groen onderwijs 2 bomen te kunnen plaatsen. En zo geschiedde. De 2 leraren hebben samen met de gemeente 2 nieuwe kastanjebomen geplaatst. Nou, dan gaat eigenlijk wel de credits naar meneer Tielman, want die heeft wel heel veel contact elke keer gezocht met de gemeente, gebeld, gemaild en uiteindelijk konden we vandaag terecht. Dus het was heel erg leuk om te doen met z'n allen. De eerste boom die was ziek, die was afgezaagd en ik meen dat deze boom omgewaaid was. Dat hoorden we later. Maar wij spreken meestal daarbij die kastanjeboom af. Maar die was er niet meer. Dus we hadden zoiets van, ja, in deze hele mooie omgeving kan je niet zo'n stompje neerzetten. Dus we hebben de gemeente aangeschreven en verzocht of ze een nieuwe kastanjeboom wilden planten. Jurrie Tielman hecht nog meer waarde aan de boom, maar dat komt vooral door zijn privéleven. Nou, 40 jaar geleden stond ik op die brug. 7 jaar geleden stond mijn zoon met mijn schoondochter op die brug. En daar werden foto's gemaakt. Ik was daarbij. Toen kwam er een vrouw aan de overkant. Die kwam naar me toe en die zei van, joh, hier heb je 2 kastanjes. En die moeten ze in de linker broekzak douwen, want dat brengt geluk. Dus dat heb ik. Ik heb die kastanjes aan ze gegeven. En mijn schoondochter durft ze niet weg te geven. Of weg te gooien. Dus, maar als je dan daar op dat bankje zit, dan komt dat verhaal ook weer boven, weet je wel. Dus al met al, dan gaat het eigen leven leiden. En dan dan hebben we dit, 2 nieuwe kastanjebomen. Nu de bomen eindelijk geplaatst zijn, kunnen de leraren weer met een gerust hart afspreken om zo samen naar school te fietsen. En zonder bomen konden jullie elkaar niet meer vinden naar school? Of? Nee, dus de hele route was kwijt. Nu kunnen we gelukkig weer naar school.